laatste verslag trokken we naar Averbode. Daar loopt een cursus koken voor mannen. Nuttig en plezant, en dat is toch wat een okra-activiteit hoort te zijn. We zijn hier op de kookcursus van Okra Averbode, kookcursus voor mannen. U geeft de opleidingen. Ja. Als enige vrouw tussen 12 mannen? Ja, dat gaat goed. Ze luisteren goed en ze werken goed. Ik heb ook eens voor dames, maar de mannen lessen zijn voor mij wel is losser en is een beetje gemoedelijker. Ah ja? Ja. Luisteren beter. Luisteren, ja, ja. Maar al die mannen kunnen toch wel precies al een beetje koken? Ja, die komen al jaren, zijn er al die al verschillende jaren komen. Dat is alle jaren één cursus. En maak je dan altijd moeilijkere dingen? Leg je de lat hoger? De lat wordt hoger, ja, ja. We zijn al zeker met deze groep 8 jaar bezig. En altijd succesvol. Het is maximum 12 personen. En we hebben 4 gerechten. En het gerecht wordt met 3 leden gemaakt. Dus dit is eigenlijk het maximum aantal dat wij kunnen aannemen. Wie koopt er thuis? Ik geef mijn kopies altijd aan mijn vrouw. Hier wordt echt wel goed gewerkt. Ja, zeker en vast. Dus dat is dankzij de kokin, die verdeelt de taken heel goed. Die verzamelt ook al de ingrediënten per gerecht. En dan moeten die mannen aan het werk. En als we stilvallen, dan moeten we de kokin vragen om hulp. We hebben ook kooklessen voor dames. Daar starten wij in februari mee. Waarom gesplitste cursus, mannen en vrouwen? Ja, eerst en vooral zijn we liever op ons gemak. Dat de vrouwen ons niet op ons vingers komen kijken. En eigenlijk denk ik dat dat heel uniek zou zijn, kookles voor mannen en vrouwen samen. Daar heb ik nog nooit niet van gehoord. En er is ook nooit bij mij opgekomen om vrouwen te vragen als wij aan het koken zijn. Ik denk dat we daar niets meer moeten doen. Afscheid nemen we vandaag met een streepje muziek.